Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom bij de eerste halve finale wedstrijd van de Carabao Cup. De Carabao Cup halve finale wordt in twee wedstrijden gespeeld, zowel thuis als uit. En het is deze wedstrijd 1 van de 2, dus bij kleine nederlaag of bij flinke nederlaag, weet ik veel. Dan hebben we nog een tweede kans. Wat een prachtpot op papier. Dus ook bij een overwinning is er nog niet zeker of we doorgaan. We zullen zien, want zondag 25 februari is dus de finale in Wembley. En we krijgen Manchester United. Na twee luik moeten we kijken of we ze kunnen gaan verslaan. Nou, de thuisploeg lijkt me favoriet. Want zondag is dus de return bij ons. Gebeuren vaak onverwachte dingen. En als de bezoekers vandaag weten te scoren. Ja, we hebben het af en toe wat moeilijk. Heel interessant worden. Dat we hier en daar wat problemen hebben. Met een bekerwedstrijd, vorige wedstrijd was natuurlijk een andere wedstrijd. Dus daar, ja. Hoe zit dat nu vandaag? Manchester United wonnen we de vorige keer met 7-0. Maar hoe zit dat vandaag? We spelen uit een ander kaliber, wil ik zeggen. Stopstelling waarmee Manchester United motor nog duel gaat beginnen. Rechts de vleugelspelers gaan een belangrijke rol spelen vandaag. Want zo te zien beginnen ze hier in een 4-3-3 systeem. Ja, dat heb je goed gezien, Siet. Want inderdaad, met die opkomende backs en die vleugelaanvallers is het vleugelspel een heel belangrijke component van deze formatie. Dit zijn wij. Wij gaan ook iets anders spelen. Dat hier en daar wat spelers natuurlijk niet fit genoeg zijn. Dus misschien kunnen we ze in de tweede helft toebrengen. Dus dat is hartstikke mooi. Zij gaan aftrappen. En dan gaan wij naar de wedstrijd toe. De wedstrijd is begonnen. Goed balletje, want Lozano is weg. Lozano niet, want de bal gaat er overheen. Prima gedaan, dat schot. Nu nog binnen de palen. Ik heb toch wel richting Dumfries. En Dumfries. Die wint wel, maar die geeft hem zo. Ja, die levert hem zo in. Dit is wel een goede bal voor Manchester United. Ze hebben al goed naar ons gekeken in de vorige wedstrijd, want zo deden we dat ook. Schot voor Manchester United. Bruno Fernandes. Hij gaat schieten. Makkie voor die doelman. Hij kan gewoon blijven staan. Dumfries die liet ermee verrollen en Malen die krijgt hem op de hak. Marcus Rashford. Wat denk jij? Gaan we zien, Jeroen, van hem. Nou, deze speler zou vandaag wel eens gevaarlijk kunnen gaan worden. In de vorige van de Berg maakte hij twee goals. Dus wat zijn vorm de Vries. Ze blijven het spel. De bal in het spel. Lozano boet. Die is niet helemaal goed genoeg. Maar misschien kan hij wat voorzetjes zetten. Misschien is hij wel goed. Maar klein beetje teleurstellend dat ik hem toch wel gekocht had. Stijn. Malen met de bal. Malen, die zit vast. Dumfries. Ja, die tackle kan eigenlijk niet. Het was een overtreding, maar hij laat doorspelen. Goed voordeel gegeven, dat toch wel. Hij laat het spel lopen. Fleming, die, ja, die doet eigenlijk niet veel. Dus dat is jammer. Malen, ja, dat komt er ook makkelijk in de buurt. Malen. Malen kan het strafje opgebieden en gaat het strafje opgebieden en maar die aanval af te stoppen. Fleming. Stijn kan er net niet door. Een succesvolle tackle op eigen helft. Bruno Fernandes. 20 minuten gespeeld, 0-0.
En we geven eigenlijk niks weg. Zij geven ook niks weg. Lozano heeft misschien een kans gehad. Kan niet eens een tweede, maar moet nu weg gaan schieten. Simpel redden. Die voor Dumfries. Malen, dat komt er wel heel agressief eruit, die gast hier. Nu? Nummer 5 van Manchester United. Daar, de ruimte Anthony. Voor Anthony. Zo zeg je, moet dat niet te veel doen. Is dat nou nodig? Misschien kunnen ze alsnog toestaan. Dat gaat zwaar te verduren, maar hij heeft die voorzitter. Buckley. Lozano die wil het wel. Lozano gaat krijgen. Lozano. Maar wordt gewoon keihard verdedigd. Ze zetten veel druk. Malen, die gaat er volop voor. Sam Stijn, dit is schitterend gespeeld hoor. Maar recht op de keeper af. Anthony. Hij is zijn directe tegenstander voorbij. Dumfries. Nou, mag ik ietsje. Dat moet de voorzitter. Müller. Daar was de grote kans voor Manchester United. Van zo dichtbij. Wat een snelle reactie. Flitsend. En dan Anthony. En Fernandes. Boet, Fleming, Boet gaat ervoor. Anthony. Doelkans voor de woord. Müller redt. Müller heeft hem. En dan komt hij nog een keer in actie. Deze keer is het we kunnen daar een overtreding, maar we gaan heel ver gooien. Malen. Over de vlam. Daar ligt ruimte. Lozano kan dat zo doen en dan is het een 1-0. Schitterend gedaan voor die Müller, want we hadden ook voordeel kunnen. Dat kunnen zeggen, we willen een vrije trap, maar dat doen we niet. Ja, die gaat er mooi in. Gewoon op de goede plek staan en dan op de bal reageren. Dit is een fraaie afronding. De score is geopend. Het is 1-0. Het is 1-0. Maar we moeten het niet weg gaan geven en dat doen we dus wel. Ja, daar is de gelijkmaker. 1-1 al, heel snel. Stelt hij heel snel orde op zaken na die tegentreffer van daarnet. Die treffer, dat is het fout. En dan hier, keeper komt. Wat moet hij anders? De verdediging had daar totaal niet op gerekend. Maar de doelman gaat hier natuurlijk niet vrij uit. In zo'n situatie mag de bal nooit in de korte hoek verdwijnen. Hij laat zich eigenlijk gewoon vol. Dus ja. Daar zijn we toch wel weer ingetrapt. Maar ze komen weer. Maar Müller, die was eigenlijk al gepasseerd. Die stond daar. En stond daar nog niet goed klaar. Maar toch redt hij hier. Dumfries. Dan gaat Dumfries de fout in. Die moet erin hoor. En de doelman met een redding. De doelman. Die zijn weer met minder mensen. En willen we gaan. Lozano. Sam Stijn. Stijn aan de voorsprong. Zo gaat dat hard hoor. En ze leiden dus weer in de wedstrijd. Met een paar minuten 3 goals. Dit is nog eens. Zo is de keeper van ons echt wel goud waard. Een mes scherpe counter. En van die afstand. Met weer zo ver ingooit, komt er weer een goal uit. Lekkere goal. Manchester United trapt af. En mag laten zien dat het terug kan komen. We zijn 2 minuten blessuretijd. Die heeft hem in. Anthony. En nog steeds
aan de bal. Deze moet erin om gelijk te maken. Zo, zorg ervoor dat hij geen kant op kon. We schermden dit zo goed af hoor. Want dat hij moest schieten. Bal voorgegeven door Fernandes. Lozano, Dudley. Deze counter levert iets op. De Vries. Gerusten. Pauze op Old Trafford. Het was een spannend drie kwartier voetballen. Meer balbezit. Bal voor een seconde 8, 7, 5, 2.3. Die hebben meer kans op goals dan wij. Toch, ja. Doen we het goed. Nee, wij hadden meer kans. We speelden rechts en kikte naar links. Ja, koop 2.2 en wij hadden 2.3. Maar toch, die boots? Nee. Even Jack Max en dan ga ik die daar neerzetten. Dat is misschien... dingetje. Dat is echt de enige... En Van den Berg, die laat ik even staan. Afgetrapt voor de tweede helft. Hier op Old Trafford. Dan weer de snelheid nog voorin nog hebben. Het spel. We zijn er even getrapt. Die paas wat later gegeven had moeten worden. Ja, want nu is het buiten spel. Volgens mij was dat niet echt nodig. Dat is echt onnodig. Manchester United gaat wisselen. Lozano, die moet daar gewoon bij blijven. Dat lukt hem niet. Dit is Dani Olmo. Van den Berg, De Vries. Buckley, Lozano. Dan moet hij toch de snelheid erin gaan zetten. Lozano. Lozano, die wacht misschien heel even en dan doet hij shit en dan is het boom. Prima gekeerd. Dan is het wel boom, maar geen goal. Hij raakt hem niet echt lekker. Hij raakt hem wel, maar hij raakt hem niet volop. De Vries. Gekopt door Malen en de goal. 3-1. Wat een doelpunt. Het verschil is nu 2. Daar laat Manchester United weer niet op. Hier wordt optimaal geprofiteerd van de wanorde in de verdediging. Al komt het natuurlijk allemaal wel tot stand na een magistrale hoekschop. En met die bal weet Malen uiteraard wel raad te hebben. Want kijk eens hoe je hem erin werkt met het hoofd. Leep gedaan. Heuloet. Oei. Is dit de Müllerat? Oei, dat scheelt niet veel hoor. Kom gewoon zo doorlopen. Lozano die gaat daar naartoe. Van den Berg, laat de volgende keer Fleming gaan. Hey, ga, laat hem maar gaan, dan hebben we iets. Kijk, en nu moet Dumfries uitstappen. Moet hij nog een keer komen? Dumfries moet nog een keer komen. Dit was gevaarlijk wat Dumfries hier deed. Malen. Op dit moment wordt er druk gespeculeerd over Fulham. Malen. Die gaat er zo door. Er wordt al enige tijd. Ah, dat is dan wat zonde. Het zou me niet dat daar niemand stond. Deze geruchten inderdaad blijken te doen. Dumfries. En bekijk de mogelijkheden. Meerdere opties hier. Müllerat. Hij onderschept die paas. En heel even weg met die bal. Nog een half uur te gaan. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en laat United doorspelen. Van den Berg. Dit is Dani Olmo. Olmo. Op eigen helft. De bal. Buckley gaat er volop voor. Pak gewoon de bal. Maar voor Scheidsrecht mag dat niet. En dan gaan we nu eens even 72. Laten we alleen Van den Berg even wisselen.
Ik ga toch voor Zivak, hij is meer fit dan die Ruan. Een mooi moment voor een nieuwe speler, zegt de coach. Dat is heel even de enige. Ja, hij gaat zo. Daar stond Fleming weer, Lozano. We willen eruit komen met Buckley. Zonde hoor. Misschien niet zo slim om met die blessure verder te spelen. Dat is een sterke onderschepping. Niet een gebaard United om door te gaan. Voordeel, zegt hij. Ga je daar een kaart voor krijgen? Hij gaat zelf op de grond. Want dit is een strafschop. Ja, dat heeft hij inderdaad goed gezien, zie het. Maar met de kaarten is hij... Hij knoeit zelf met de bal, hoor. Hij knoeit zelf met... Hij houdt vast. Ja, dan is het wel. Hij houdt vast. Rashford zet zijn aanloop in. Rashford! En die zit erin. Tja, wat scheelt het zeg. Goed, en laten we ook... Inderdaad, 17 minuten vind ik wat tijd dat we... 69. Lozano, wil ik er... Gaan we die er wisselen? Nou, dat denk ik niet. Buckley voor hem. Malen. De Vries. Ja, wie kan daar spelen? Ik denk dat we zien aan Flem dat we die wisselen. Voor Lintost. Kan hij hier spelen? Nee, Lintos kan daar wel. Hij kan trouwens ook hier. En dan... Ja, dat kan hij eerst wel. Oh, dat is wel min 1, dat maakt niet uit. Dan doe ik het zo. De keeper zit er dichtbij, maar de bal gaat uiteindelijk toch net eroverheen. Nu is het tijd om te wisselen. En we gaan verder. Het is tussen 2-3. Van nu nog maar één doelpunt. Inborg. Lintost. Malen, dat is een penalty. Dat zou wel eens een rode kaart kunnen zijn. Nee, hij legt hem er buiten, maar het is wel een rode kaart. En dat is een terechte rode kaart. Toch een penalty. 1-1 is 2. Zelfs in... Nee, hij legt hem er buiten. Ja, hij legt hem er buiten, ja. Het gaat niet worden. Zo, die zit erin. Door Jamalen 2-4 zit er in de vrije trap die erin gaat. En ik zal je heel eerlijk toegeven... Ik heb nog nooit in FIFA een goal gemaakt vanuit de vrije trap. Dit is de eerste. En dat is echt zo. Achievement ontgaan nog. Dode spaar. Maak een doelpunt met een vrije trap. En dat is geluk. Nog nooit heb ik dat gedaan. En nu lukt het eindelijk. Uiterst tevreden over wat hij tot dusver heeft gedaan. Donja Malen. Ze zijn hier de meester op het veld. We trappen weer af en gaan verder met 4-2. Fish. Buongiorno. Heulund. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. McTominay. En dat is Bruno Fernandes. De bal op eigen helft heroverd. We hadden hem door moeten steken naar Sam Stijn. Gewoon vanuit de lucht, weet je wel. Stijn. Malen. Dat is een fraaie actie. Richting de goal daar. Lintost. Nee, dit kan worden verdedigd. De aanval is alweer voorbij. Kijk, Manchester United benut de ruimte. En rukt nu op over de vleugel. Malen. Ook net niet door. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Dumfries. Ze krijgen weer balbezit.
Manchester United houdt de bal in de ploeg. Het voordeel regelt geld hier. Nee, dat wordt dus toch een vrije trap. Ja, laat de Lozano inderdaad van Sam Lammers heel even. Staat hij iets anders dan dat staat? We moeten het ermee doen en Dumfries kopt weg. Deze voorzet onschadelijk maken. Malen. 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 Malen, Malen niet de goal. Dat was bijna 2-5. Bal komt voor. Gekopt als Jules. Die kan ook goed koppen. Geen probleem voor de doel. Anthony. Anthony werd gevraagd met zeefuik. Toch komt hij door. De helft van de tegenstander. Een miserabele voorzet. Zo in de handen van de doelman. Lindhorst. Giacomakis. Sam Lammers. Giacomakis aan de bal. Aanval wordt afgestopt. Hoeveel minuten gaat er nog bij krijgen in een mooie wedstrijd. Nog heel even doorspelen. Met een gevecht morgen voor de koppositie. Naar de speler die vrij staat. Hij mist oog. Oh, hij mist flink. Oog met de doelman. Ja, maar waarom? Ik dacht die gaat erin, maar gericht in dat niet. 5 minuten, nog zo'n 3 minuten. En dan zit deze eerste halve finale erop, dan moeten we nog een keer tegen elkaar. Maar dan weten we dat we een goed resultaat hebben geboekt. Een schot van behoorlijke afstand, lijkt me kansloos. Ja, en ze moeten toch wat proberen, hè? Die kansen blijven zoeken. Ja, ja. Ja, ze moeten toch die 2 doelpunten achterstand zien. Nee, naar voren. Maar dat is geen sinecure. Dat is een hele ver. Het is afgelopen, we winnen hier met 4-2. Een overwinning dus voor de bezoekers. Maar laten we aan die vrije trap die erin vloog. Dat is wel een hoogtepunt. De coach die mag tevreden zijn over deze eerste wedstrijd. Het was een goede partij voetbal. Ze hebben zich in een heel fijne positie weten te manoeuvreren voor de tweede wedstrijd. 2 doelpunten verschil, dat is een heel behoorlijke marge. Tegenstander is nu gedwongen om de aanval te gaan zoeken, waardoor er weer ruimte zal ontstaan. Met de bal over de flank. Goed, 2-4 gewonnen. Ja, toch goed gedaan. Laten we eens even naar de hoogtepunten. Deze hier. Die gaat er mooi in, zeg. Lekker. Ja, dat is wel een heerlijke vrije trap, hoor. Het is wel een goede vrije trap, Shetrand. Goed, dus we gaan een interview doen. Can I ask you a couple of questions? We staan er goed voor. Laat het daarmee zeggen. Tijd om ons op de volgende wedstrijd te richten. En dat gaan we ook zeker doen. Want thanks, dat is that's een all the questions we have for you. Pittige, kan ik je vertellen. Want dat is de Chelsea. 44 punten bij de 46. Het verschil is echt 2 punten op de rang. Ranglijst. Je kans voor het laatste jaar moment komt nog wel. Oké, voor Dani Amers, die is onderweg naar de uitgang, maar daar hebben we niet veel aan. Kijk, 6-6, die zal er ook niet echt erin komen, dus die ga ik gewoon ook meteen accepteren.
En dan zullen we het wel even zien. Daar hebben we gelukkig geen melding van. Mats Wief, ja, dat hij zoveel gaat hebben ook niet. Die mag wel gaan. Goed. Er komt een belangrijke wedstrijd aan. Goed. Is iedereen fit genoeg? Ja, ja, gelukkig wel. Want dan gaan we er volop. We moeten echt volle bak voor gaan. Dan zie ik het wel zitten hoor. Om wat eruit te halen tegen Chelsea. Want we moeten echt winnen. Want dan doen we het. Dan, ja. Dan schieten we ons echt dichter bij het kampioenschap. Speelronde 21 is dit. De nummer 1 tegen de nummer 2. Morgen om 6:30 hopelijk zijn jullie echt daar morgen. Goedelijks. Maar even kijken. Dank voor liken. En tot morgen dan, jongens. Mazzel.